Oh. Oh. Ah! Ik denk dat al uw passagiers misselijk worden. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Laura. Mijn naam is Bram. Mijn naam is Ize. En wij zijn opnieuw in Robotland. Het is hier heel groot. En heel groot voor ons wil zeggen heel veel plaatsen om te verstoppen. Dus wij gaan verstoppertje spelen. Niet zomaar een verstoppertje, maar in één kleur. Ja. Jullie zien het misschien al. Celine is in het roze. Ize in het blauw. Bram in het oranje. En Laura en ik zijn de saaiere mensen. Grijs. En wit. Dus wij gaan zoeken naar jullie. Jullie krijgen 100 seconden om te verstoppen. Let's go. Doei. Muziek. Stop, stop en let op. De meeste kijkers vinden onze video's top. Maar 74% heeft nog niet gedrukt op de abonneerknop. Dus abonneer voor meer. En zo zien wij jou de volgende keer. Dank u wel. Oké, er speelt muziek al en het is best creep eigenlijk. Wat is dit? Chalas! Oké, ik ben vertrokken en ik zie hier een zak met blauw. Dus ik ga die meenemen. Van waar komt dit? Dit? Oh, robots. Heel raar. Maar roze en ik zie niet veel roze, maar vooral oranje. Oranje, wie is oranje? Bram. Bram heeft een voordeel. Ik ben dus oranje en hier zit het vol met oranje. Kijk, daar kan ik verstoppen, hier kan ik verstoppen. Zie, een reuzenballon. Maar Bram heeft geluk, hè. Hij is oranje, dus hij kan overal iets vinden. Kijk, op het eerste zicht zie je gewoon geen roze. Daar is Bram, daar is Ize. Hoi. Maar roze is er niet. Kijk, Ize is blauw. Ze kan gewoon in de bin. Maar ik heb echt geen roze. Oh. Laura en ik gaan dus zoeken. En hebben we een tactiek. Ik weet niet, het is hier zo groot, hè. Ja, de kleuren zoeken, hè. Very smart. Ja. Oranje heeft wel het voordeel. Wie was oranje? Bram. Bram. Ja, alles is hier wel echt oranje. Celine gaat denk ik het moeilijkste. Roze? Vinden. Ja. Oké, okay, we gaan tellen. 1, 60, 100! Kijk waar ik ben. Kijk. Dit is top. We kunnen misschien wel in de ballon. Oh, kijk. Hier kan je eentjes vissen. En oh, een roos eentje. Misschien moet ik een eentje vissen. Kom op, eentje. Oh, daar is die aan de overkant. Oh, oh, oh. Waar is mijn eentje? Allee, kom. Oh, is het vast? Kom op. Maar ik ga hem gewoon vangen dan. Oh, oh, oh. Ik heb dit echt al lang niet meer gedaan. Oh, ik ben hier echt slecht in. Sorry. Oh, bijna. Oh. Ja! We hebben beet. Een roze eend. Eeuw. Dit is wel toch iets in mijn kleur. Maar ja, die eend kan mij niet helpen om te verstoppen. Pin. Dat is toch echt perfect. 19, 20. Hey, that's cheating. You can't do that. Kijk. Kijk, deze auto. Hier is de afstandsbediening. En hoe werkt dit? Bram staat daar. Kan je die luchtballon? Je kan niet binnen. Ja, geen idee. Ja, de ballon zal misschien niet lukken, omdat je hier niet binnen kan. Maar ik weet het eigenlijk niet. 49,50. Dit is echt perfect. Een blauwe zak, een blauwe... vuilbak. Ik heb nog nooit mij in een vuilbak verstopt. Ik zit in een vuilbak. Ik ga op de boot. Oh, en dit is wel leuk. Wat doet hij? Kijk, visjes. Oh, zo tof. En als ik zo doe, wat gebeurt er dan? Oh! Oei, een schatkist. Geef het. 3, 2, ik zie wel niemand, dus we gaan eens zoeken. Ja, maar heel veel oranje. Oké, let's go. Hier heb ik allemaal oranje, 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 oranje containers. Dus ik heb genoeg plek om me te verstoppen.
liggen verstopt tussen de containers. Oké, hoe werkt die auto? Oh. Oh. Hopelijk ga ik daarin kunnen. Oké, ik ga er nu in. Oké, ik zit erin. Dat zwelt helemaal op. Ik kan hier niet in. Oh, jawel. Oei. Dat stinkt wel. Ik hoor wel van alles. We gaan eens kijken op het platform. Zie je Céline? Oh, Céline staat er. Hey! Je moet wel verstoppen, hè. Sorry. Zijn jullie al klaar? Ja, je krijgt nog 20 seconden. Wat? Oh, nee. Lara en Michiel staan daar al, die zijn gewoon klaar. Ik ga die roze eend meenemen en ik ga me gewoon ergens verstoppen met die roze eend. Ja, ze vindt waarschijnlijk niets roze. Oh. Ja, die is voor mij. En jij gaat mee op mijn plaats. Maar ik zit dus wel echt op een blauwe plaats. Alles is blauw, mijn zak is blauw, de vuilbak is blauw, ik heb een deken dat blauw is. En mijn trui is blauw, dus ik zit wel goed. Oh nee! Mijn kruk! Ah, ik ga geen hier! Stel je voor als je hierin zit. Daar hebben we haar wel echt heel snel gevonden. Hallo? Niet schrikken. Oh, nee. Nee. Maar dit is ook blauw, hè? Het is echt stink. Oh. Stel je voor... Oh, ja, frieten en zo. Ja. Oh, nee. Waar moet ik? Oh, ik weet niet waar ik moet. Help. Ik zie Ize. Ik ga naar Ize. Wacht. Céline, kom eens. Kun je naar hier komen? Céline, ga mij helpen. Ize zit er wel op. En ze roept mij. Céline is daar. Wil jij mijn kruk wegdoen? Mijn kruk. Oké. Ze zijn daar al. Ja. Oei. Waar zijn ze? Doei. Maar ik zie ook niks. Ik zit ook super slecht. Ik weet niet waar ik moet. Ik heb wel mijn één bij mij. Hier staat een boot. Laura, heb jij zoiets met rode knoppen? Durf je daarop te drukken? Open deur. Oh. Deur? Ja. Oh, nee. Zeg. Bram zit daar. Oké, ik ben hier weg. Oh man, dit is het slechtste verstoppertje ooit van mij. Oh, ik kan naar boven. Hé, hij had dat kunnen besturen. Ah, ik ga er niet aan komen. Oh, daar zit Bram. En ik zit hier boven. Zal ik dat opmerken? Ik heb ook nog een blauw deken op mij gelegd. Kijk waar. En zo kan ik mij verstoppen onder het teken als ze komen. Oh, stel je voor dat iemand in de lift zit. Hij is er. Ja, toch blauwachtig. Maar niemand. Oh, wat is dit? Hier kan je die blokken bewegen, maar Bram zit daar, dus dat is super gevaarlijk, dus ik ga weg. Er is mij net verteld geweest dat er een supermooi pak is. En dit is helemaal oranje. Ik ga dat aandoen en ik ga mij gewoon random in deze zaal stellen. Stokstijf. Dat niemand weet dat ik eigenlijk leef, maar ik zit erin. Bram gaat nog naar een andere plek. Dus ik denk dat ik hier gewoon boven ga blijven. Want kijk, ik kan alles zien. En ik zie Michiel en Laura niet. Dus ik zal wel even zeggen. En deze is bij mij mijn vriend. En dit gaat mijn plek zijn. Daarvoor ga ik gewoon stilstaan. Céline zei dus dat er hier al, dat ze al aan het zoeken zijn, maar ik hoor nog niks. Ik denk dat we veilig zitten. Het is hier super donker. Bram is ondertussen weggelopen, dus ik kan hier misschien wel... Oh, ik zit er een kraan. Oké, mijn roze eend ga ik, die leg ik... Kan ik die ergens... Ah, hier. Die mag naast mij. Hoe werkt dit? Ik zie er momenteel al zo uit. Kijk eens aan. Top. Nu nog mijn hoofd. Toiletten. Dat is wit. Ja, maar toch niet al. Hoe weet jij dat alles wit is in het toilet? Ja, dat is inderdaad allemaal wit. Oh, wat is dat? Nee! Dit is wel leuk om eens te tonen. Als je gewoon zo doet, spoelt het door. Oké, ik zie nog niemand. En hoe is hij weg? Hier staat de robotarm die jullie al kennen. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
Ik heb er niets mee te maken, echt waar. Ik hoor Michiel. Ik zie hem daar lopen. Ik zie zijn benen. Oh, dit is mijn verstopplaats. Ik ben verstopt achter deze eend. Een blauw. Ja, papier? Nee, maar. Wacht eens. Wat is dat? Nee. Volgens mij is het daar achter. Denk je dat ook daar wat in zit? Dan ligt er. Maar je had blauw, Isa had blauw. Volgens mij moeten we het vuil bespuiten, zet. Die zak weegt wel veel. Gewoon de hele tijd meenemen. Ja, dat is wel. We gaan die hele tijd meenemen. Ik hoor Michiel echt heel de tijd. Maar ik zie hem niet. We hebben als eerste gevonden. De eerste. Oh nee, echt de eerste. Ja. Dramatisch. Ik was weer als eerste gevonden. Ik hoor iets. Ze zit erin. Volgens mij heeft hij op een bal getrapt. Tararara. Oh, ik hoor van alles. Wat? Ja. Ik denk dat Ize gevonden is. 10 minuten, we hebben een record check. Allee, dat is toch zo'n goede plek. Ja, maar... Maar dat is raar dat hij in een vuilbak ligt, hè. Hoezo? Is hij niet dat ook in een vuilbak? Ik zit in een vuilbak. Pas op, hè. Oh. Ja. Wel goed? Ja, het was een goede verstopplek, maar je bent helaas als eerste gevonden. Ik zie Michiel. Kijk daar. Ik zag Michiel. Daar, in die luchtballon. In de boot? In de boot? Als er iets roze is in de boot. Tada! Hier is een boot! Oh, maar geen roze. Isa. Volgens mij zitten ze in de boot. We gaan eens boven kijken, want hier kan je nog naar boven. Ze zijn daar. We gaan eens kijken. En we horen hier al van alles. Ja, niet schrikken. Volgens mij is het de prijs. Oh. Ja. Hallo. Dit is het snelste verstoppertje ooit. Ja, er is letterlijk niets roze behalve deze eend. Waar is Bram? Bram heeft veel opties, hè? Supergoed in zoeken, vind ik. Ja. Kijk, nu zien jullie zelf mij een beetje. Maar we staan dus op onze plek. Ik heb mijn volledige mascottepak aan. Vanaf nu ga ik stil zijn en hopen dat niemand passeert. Bram zat daar net tussen die containers, hè. Super gevaarlijk, want ik kom boven die containers besturen. Oh, en weet je wat dit is? Je kan hiermee post versturen. Ja. Oh, dat is de post. Dat is de post. En dan misschien de ritme. En dan dicht en dan... Oh, dat is cool. En waar gaat hij naartoe? Wow, yo. Oh, die gaat heel... Oh, check die haan. Oh, damn, dat is gek. Oh, dat is wel cool. Straks gaan we de post gaan halen. Ja. Hier kan je voetballen met lucht. Oh. Waar is dat? Hey. Dit duurt wel langer dan verstoppertje. Dit duurt echt eeuwig. Kijk, ik ga even... Ja! Huh? Dit is wel een leuke challenge. Ja. Wil jij doen? Oh! Steps? Oei! Niet goed. Oh! Allee! Oh! Yes! De laatste! Let's go!
En hier staat er een gigantische ballon, die wel echt cool is. Oh! Oh! Huh? En terug naar beneden. Oh. En wat zijn jullie aan het doen? Aan het grijpen. Ik blogger aan het grijpen. Kijk, ik heb daar wel toren gemaakt. Zie je? Ja. Die botsen. Precisie. Ja, oh, precisiewerk. Die kan niet gewoon. Voilà. Mooi. Ah, hier is de post. Voilà. Oh, je gaat echt iets versturen. Dat is wel leuk. Maar het is er ook een echte postbus, hè. Ik weet ze niet eens zijn. Maar ik denk wel dat ik al gewonnen ben met de video. Hier heb je dus bekers en die kan je hierin doen. Wacht, één. Ja. Wij weten de tactiek waarom. We gaan sneller gaan. Oh, toon maar de tactiek. Ja, scheuren. Huh? Dat mag. Ze hebben dat gezegd. Oh, daar gaat hij. En die vliegt er wel sneller uit, inderdaad. Oei, die van Ize heeft een probleempje. Dit is dus de cockpit. En Céline is klaar om te vertrekken. Ondertussen is Céline opgestegen. Het is wel echt gek hoor. Ja, ik denk dat we moeten landen, toch? Ja? Zoek eens een landingsbaan. Landen, hè? Niet neerstorten. Maar landen noem ik landen. Hier. Landen. Ik denk dat al uw passagiers misselijk worden. Ja, hier is er wel veel plaats. Veel plaats. Je vliegt te snel, heeft minder gas. Ja, ik denk dat ik beter... Oh, je bent terug? Nee, volgens mij... Maar Bram zit hier niet. Huh? Zou Bram ons al gezien hebben? Dat kan, hè. Hebben jullie alles al gekeken nu? Jullie zijn dat rond. Denken we toch. Ja, we hebben jullie gevonden binnen het kwartier, dus dat was niet slecht, hè. Oké, ja, dan moeten we... Nog eens rondstappen. Hier kan je dansen met een robot. Die is naar jou aan het kijken. Die heeft hartjes ogen. Die is verliefd op jou. Dat is Bram! Jullie hebben daar iets gehoord. Ja, dus ga maar. Waarom gaan jullie zo traag dan? Hallo? Stappen ze een beetje sneller? Ja. Oké, wacht. Ik denk dat we Bram hebben gevonden. Als Bram daarin zit, tenminste. Is het Bram? Oh. Ah, het is een pop. Het is een pop. Wow. Oh, Bram, goed gedaan. Maar wacht, als we hier eruit gepasseerd waren, jij stond hier niet, toch? Echt? Alles opgenomen op camera. Oh, wauw. Wat mooi. Want we hebben hier nog met we hebben hier zelf met die ballen gespeeld, dat stond je in. Niet waar, voor niets van. Die stond hier toch niet? Nee. Ik heb die echt niet gezien. Goed gedaan, Bram. Je bent wel de winnaar van de challenge. En in het oranje. Bram, we hebben wel heel veel leuke experimenten gedaan ook. Ja, ik heb je de volgende keer... Ja, je hebt wel heel veel gezien. De volgende keer zal het met jou doen. Dus hopelijk vond je het leuk. Yes. Vergeet te liken en te abonneren. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace. Peace. Oh, nee, dat is omgekeerd, hè, Bram. Ja, dat is goed. Iso, we moeten wel vertrekken. Ah.